Is John Troost een charlatan of verantwoordelijk voor groot voetbalsucces? Een gesprek over waardig sterven bij dementie. Singer-songwriter Marieke Jager is na 5 jaar terug. En hoe? En aan onze sporttafel gaan we het hebben over de stoelendans bij NEC. En het droomdebuut van Thomas Buitink. Dit is De Week van Gelderland. In de sportmedia wordt hij een kruising genoemd tussen Emiel Ratelband en Jomanda. Een beroepsidioot, maar ook een charlatan, kwakzalver en stalker. Zelf beweert de energetisch coach uit Nijmegen dat hij verantwoordelijk is voor de successen van veel voetbalclubs, waaronder recent Ajax. Wie is John Troost? Lieve mensen, willen wij naar het WK? 100% zeker. Er is één kracht die ons alles overstijgt. Iedereen overstijgt en dat is de goddelijke, onzichtbare kracht waar alle geloven en alle religies onder vallen. Here we go! Woohoo! Yes! We did it! De positieve energie, het geloof, de flow die je uitstraalt, dat is de kracht die ik train en die ik zo bij alle spelers aanzet. Toen gingen we spelen, toen gingen we dansen. Het gaat niet om John Troost. Het gaat om dit, voor ons allemaal. We hebben het nodig. It's gonna happen. John Troost, van harte welkom. Ja, welkom. Ja, deze week werd bekend in de media dat jij mede geholpen hebt aan het succes van Ajax, hè, in de Champions League. Ja, klopt. Wie heeft jou ingehuurd van Ajax? Ja, dat ligt altijd gevoelig natuurlijk. Ik heb veel in het verleden met Alfred Schreuder gewerkt bij FC Twente. De assistenttrainer van Ajax. Ja, en omdat hij weet dat het werkt en daar ook geloof in heeft, heeft hij mij zeg maar ingehuurd om voor 5 wedstrijden voor Ajax in de Champions League te zorgen dat zij opeens heel veel energie hadden en dat alles goed viel en dat het geluk aan hun zijde was. En jij bent ervan overtuigd dat jij daar een grote rol in hebt gespeeld? Ja, want het is al 100 keer geweest voor PSV, FC Twente, AZ. We gaan zo even praten over wat jij dan precies deed. Maar je deed, voordat je energetisch coach werd, iets heel anders, hè? Ja, ik ben van oorsprong ingenieur en we staan nu in de stad waar ik 8 jaar heb gewerkt. En de industriegebieden, de havens, een deel van het stationsgebied, daar was ik projectmanager van. En mocht ik met een team van hele mooie mensen werken om de stad een mooie aanzien te geven met natuur, met industrie, duurzaam, met nieuwe. En dat was mijn oude werk. En dat was geweldig. Maar er kwam een moment dat je dacht, ik ga wat anders doen. Wat was de aanleiding? Nou ja, je krijgt in het leven. Ik kreeg een aantal harde klappen te verwerken. Onder andere dat mijn eerste dochter overleed. En mijn derde dochter kreeg een hersenvliesontsteking en die werd doof. En in die projecten gebeurde ook nogal het een en ander waarin niet alles even eerlijk gebeurde. En toen werd dat te veel van mij en toen moest ik op zoek gaan om mijn eigen verdriet en mijn eigen pijn uit mij te halen, zodat ik weer vrij kon worden. En jij hebt het overal ingezocht, hè? In allerlei religies, mindfulness, noem het maar op. Je hebt het alle stromingen, ja. En toen kwam je ergens achter? Toen kwam ik erachter dat wij allemaal in het leven één ding zoeken. Om weer helemaal te mogen zijn wie je echt bent. En niet wie je geworden bent door je opvoeding. En wij zoeken allemaal hetzelfde. We zoeken liefde, we zoeken geluk, we zoeken rust en we zoeken vertrouwen. En we zoeken het vaak buiten ons, maar het kan alleen maar in jou zijn. Dus toen wij baby waren, waren we allemaal, geloofden we niet wat we nu geloofden. Maar dat ben je geworden door het systeem en de opvoeding waarin je bent. En als we dat dan even vertalen, hè, weer naar die spelers van Ajax. Ja. Wat doe jij dan met die spelers voordat ze het veld op gaan? Nou ja, als ik met spelers live werk, doen wij een aantal oefeningen om de energie naar een hele hoge vibe te brengen. Zodat je eigenlijk blij bent en dans bent en vrolijk bent of wat dan ook. Maar ik doe dat soms ook op afstand, zeg maar. En dan verhoog ik de energie door, zeg maar, datgene wat je niet ziet om jou heen. 94% van het leven zien we niet. De zuurstof zien we niet. De liefde zien we niet. Het geluid wat je nu hoort, dat zie je niet. De warmte van de verwarming. Als je buiten fietst, de wind, die zie je niet. De appjes van de telefoon, die zie je niet langs je heen vliegen. En wat je ook niet ziet, is de energie om jouw lichaam heen. Soms heb je een gesprek met iemand en dan loop je helemaal leeg. En dat is niet omdat je die persoon aanraakt. Dat komt omdat de energie om jou heen, jouw ziel en mijn ziel, elkaar raken. En dan heeft de een meer energie dan de ander. En dan loop je leeg.
Nou, die ziel, die onzichtbare energie die om ieder mens zijn lichaam aanwezig is, dat is eigenlijk het stuur van jouw leven. Als dat samen is met jouw lichaam, dan voel je rust, dan voel je vertrouwen. En kun je dus beter presteren? En als die kracht, die onzichtbare kracht bij een speler aanwezig is in de topsport, dan hebben ze opeens heel veel energie. Dan zijn ze wie ze zijn. Hebben ze volle kracht en vertrouwen. En dan valt alles ook in jouw voordeel. En dan kan Ajax winnen van Real Madrid. Ja, klopt. Het is niet de enige club, hè, waar je mee samen hebt gewerkt. Nee, ik heb voor PSV veel gedaan. Want van jongs af aan, ik hou van voetbal. En was PSV mijn club. Dus ik heb ze bijvoorbeeld in 2016 geholpen. Maar ook met Anderlecht. Anderlecht in België. Toch, hè, lezen we voortdurend in de media. We hebben net al laten zien. Klopt. Dat die claims van jou verzinsels zijn. Mm-hmm. En je wordt voortdurend ook afgeschilderd als een gekkie. Hè, ja, om het zo maar te omschrijven. Ja. Wat doet dat met jou? Het voelt soms heel oneerlijk. Het voelt soms onrechtvaardig. Ik begrijp het wel, omdat men bang is voor een nieuwe waarheid. Omdat men bang is succes te delen. Omdat men bang is uit te komen voor iets nieuws. En ook geassocieerd te worden met iemand die met allerlei onterechte oordelen en ook vaak leugens. Maar het klinkt toch ook een beetje onwaarschijnlijk. Nee, dat jij ik. Op afstand gewoon die spelers van Ajax kunt laten winnen van Real Madrid. Nee, wacht even. Kun jij ook de Graafschap laten winnen van Real Madrid bijvoorbeeld? Nee, wacht even. Niet, het is niet. Maar laat ik één ding. Het gaat niet om mij, hè? Nee. Het is niet ik. Ik werk voor datgene waar wij allemaal van afstammen. Wij zijn allemaal, stammen wij af van een bron van het leven. De ene noemt het God, de ander noemt het Allah, de ander noemt het Boeddha, Jezus, het hoge zelf, het universum, alles is energie. Daar werk ik rechtstreeks maar voor. Maar begrijp je dat mensen jouw verhaal soms in twijfel trekken? Natuurlijk. Ik vind het niet meer dan logisch, want ik geloofde het zelf 15 jaar geleden ook niet. Alleen, ik ben het gaan leren. En op het moment dat je iets nieuws doet wat verder gaat dan wat de meeste mensen geloven, zo mag ik ook heel veel mensen genezen, dan wordt er in eerste instantie kritisch tegen aangekeken. Alle mensen die in het verleden voorop liepen, die werden eerst afgemaakt voordat ze, zeg maar, gerespecteerd werden, omdat het nieuw is. En dat vinden wij allemaal spannend. Want we houden graag vast aan datgene waar we al in geloven. Maar kun jij de Graafschap laten winnen van Real Madrid? Kun jij mij bijvoorbeeld op de plek van Matthijs van Nieuwkerk laten zitten? Blijf nog even, we praten na de uitzending verder. Dat gaan we doen, dat lijkt me gezellig. Dankjewel dat je er was, John Kroos. Oké, graag gedaan. Veel mensen maken zich zorgen over waardig sterven mochten ze ooit gaan dementeren. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om waardig te sterven. Althans, dat vindt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. En deze week lanceerden zij een nieuwe campagne. Steeds meer Nederlanders willen zelf bepalen hoe hun levensverhaal afloopt. Dat iedereen de regie moet kunnen hebben over zijn of haar eigen levenseinde, daar ben ik het van harte mee eens. U ook? Word dan lid op nvve.nl. Bij mij aan tafel Agnes Wolbert uit Zutphen, directeur van de NVVE. Om maar direct met de deur in huis te vallen, in 2017 lukte het slechts 3 mensen met een vergevorderde dementie om hun euthanasiewensen in te willigen. Hoe kan dat? Ja, omdat het heel erg moeilijk is om, als je niet meer wilsbekwaam bent, voor een arts om te voldoen aan de eisen die de euthanasiewet stelt. Hè? Je moet eigenlijk voldoen aan een aantal voorwaarden. En een van de voorwaarden is dat er sprake moet zijn van een weloverwogen en vrijwillig verzoek. En een andere voorwaarde is dat een arts je het lijden moet kunnen vaststellen en moet kunnen zien. Dat het uitzichtloos is, dat weten we, hè, wel, want je geneest niet van dementie. Nee. Maar die uitzichtloosheid en het ondraaglijkheid van het lijden, dat moet een arts vast kunnen stellen. En dat is als je niet meer wilsbekwaam bent en je kan het niet zeggen en die woorden hebben geen betekenis meer, is dat natuurlijk echt moeilijk. Wij zijn vandaag in Nijmegen geweest bij Casper Koert. Hij deed zijn vader een belofte dat hij waardig mocht sterven toen bij zijn vader op 58-jarige leeftijd Alzheimer geconstateerd werd. Gaan we even naar luisteren. Uiteindelijk na allerlei onderzoeken, een heel lang verhaal, maar na alle onderzoek kwam de diagnose Alzheimer.
En ik weet dat we toen een paar weken nadat die diagnose gekomen was, dat wij een wandeling maakten met z'n tweeën. Toen was hij eigenlijk gewoon nog goed. En het ging dan over, hij vertelde me eigenlijk wat hij niet wilde. Dus hij wilde niet dat hij ons niet meer zou herkennen of dat hij niet meer zelf naar het toilet zou kunnen, al die dingen. Ik heb tegen hem toen gezegd, als ze je niet kunnen helpen, dan doe ik het wel. Dan druk ik wel een kus op je hoofd. Achteraf baal ik ervan dat ik het niet gedaan heb. Als ik er echt serieus en helder naar kijk, baal ik ervan dat ik niet eerder heb ingegrepen. Die man heeft, nou laten we zeggen, anderhalf jaar lang noodloos geleden. Maar dan ook echt geleden. Ja. Ja, dat is een afschuwelijk verhaal natuurlijk, als het zo gaat. Zullen jou bekend in de oren klinken, denk ik. Ja. Ja, wat je natuurlijk, de beste hulp die je kan bieden, is zorgen dat iemand zo snel mogelijk bij zijn huisarts komt. He, want je moet eigenlijk van je huisarts weten, stel dat ik euthanasie zou willen, wil jij dat dan verlenen? Want een huisarts is daar niet, het is geen recht. Hè? Een huisarts kan dat weigeren. Als je dat niet wil, hoeft hij daar niet aan mee te werken. Maar je gaf al aan, het is heel lastig hè, bij mensen die dementeren. Ja. Maar ook bij mensen met psychische aandoeningen en voltooid leven. Hè, daar leidt het meestal tot discussie. Ja, maar als het gaat om dementie is het wel verstandig om met je huisarts samen dat traject te lopen. Zodat hij ook met jou samen kan bepalen of je nog wilsbekwaam bent. He, mensen moeten natuurlijk, wat je het liefst wilt is dat je dat moment dat je eigenlijk niet meer wilsbekwaam, dat wil je voorkomen. Daarom zijn het ook maar zo weinig mensen die euthanasie hebben gekregen bij dementie. Er zijn er veel meer die euthanasie hebben gekregen toen ze nog wel wilsbekwaam waren en ook Alzheimer patiënt waren. He, dus dat kan wel. Maar je moet dan op tijd beginnen, op tijd de gesprekken voeren. Bij dementie altijd een wilsverklaring, dus een euthanasieverzoek op papier zetten. Want dat schriftelijke verzoek, dat moet de mondelingenverzoek, als je dat niet meer zo goed kan zeggen, kunnen vervangen. Dat helpt een arts om zo'n besluit te kunnen nemen voor jou. Dus alles wat je kan doen om een arts te helpen zo'n moeilijke beslissing te nemen, moet je eigenlijk doen als patiënt als je nog goed bent. En je familie kan maar je daar. Maar dat is best gek, want eigenlijk wil je afscheid nemen op het moment dat je niet meer zo goed bent. Ja, maar en dat gebeurt dus vaak, dat mensen dan te lang wachten. En wils onbekwaam worden en dan wordt het veel moeilijker. Dus het is de kunst is om samen met je huisarts die stappen samen te zetten. En een huisarts zou je moeten helpen om goed te blijven zien wanneer je bijvoorbeeld heel veel slechter wordt. He, want dat zie je vaak nog wel. Dat kan zich heel snel versnellen. He, je conditie kan heel snel verslechteren, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dan is het fijn als je een heleboel gesprekken met je huisarts al hebt gehad en hij dat proces met jou samen heeft gevolgd. Want dan ziet hij ook dat het snel slechter met je gaat. En kan hij zeggen, heb je nagedacht over het moment dat je euthanasie wilt? De vader van Casper had daarover nagedacht. Had ook al in een heel vroeg stadium dit aangegeven. Ja. Bij zijn zoon het een en ander op papier gezet. Dacht het goed geregeld te hebben. Maar de praktijk bleek weer barstiger. Ja. Gaan we even naar luisteren. Ja. Dat moment 5:45 is er dus niet. Dus als je echt veilig wil spelen met ziekte van Alzheimer, en je bent, je hebt op tijd de diagnose en de verkalkingen in je prefrons die zijn nog niet heel ver weg. Dan zou je eigenlijk om 10:45 moeten beginnen met het proces van euthanasie, bij wijze van spreken. Als je het helemaal volgens de wilsbekwaamheid moet doen. Ja, dat is eigenlijk heel mooi gezegd. Je zou om 10:45 het proces moeten beginnen. Dus je moet zo snel mogelijk naar je huisarts. Met hem afspreken hoe je dat doet samen. En zo'n huisarts zal zeggen, oké, dan ga ik jou, zorg dan dat je op regelmatige tijden bij mij langskomt. En elke keer als je hier komt, ga ik jou de vraag stellen, denk jij nog steeds hetzelfde over euthanasie? Zodat je kan bevestigen dat je daar nog steeds hetzelfde over denkt. En vervolgens kan zo'n arts met jou ook gemakkelijker, als hij je goed kent en hij ziet jouw proces van dichtbij, kan die ook gemakkelijker het moment bepalen waarop je dat gesprek begint over, echt over, en wanneer wil je nou dat ik je euthanasie verleen? Ja, want er zijn ook mensen die angsten hebben. Hè? Ja. Er was een documentaire een paar jaar geleden op tv. De fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij, zei daarover, ik zag daar een dementerende vrouw waarvan hij in twijfel trok of ze wist waar ze ja tegen zei toen de dokter vroeg, wil jij nu dit spuitje? Dat is ook de angst die bij ons leeft.
Ja, maar wij maken ook vaak mee dat de omgekeerde angst er ook bij heel veel mensen is. Maar het is toch ook een terechte angst? Ja, nee, ik denk dat het zo dat een dokter altijd moet kijken, is hier nog sprake van een wilsbekwaamheid en een doorleefd gevoel van ja, ik wil graag euthanasie. Je bent dat zal in die dit altijd proces, proberen hè? Vast te stellen. Je bent in het proces ontzettend afhankelijk van je arts. Ja. Daar zei Van der Staaij ook wat over. Want hij zei ja, als je eigen arts niet instemt met euthanasie, dan kun je verder zoeken. Je kunt shoppen totdat je iemand vindt die wel op je verzoek ingaat. Dat baat hem zorg. Is dat nou, terecht? Dat is onterecht. Want elke arts in Nederland, of je nou bij de levenseindekliniek werkt of dat het je eigen huisarts is, elke arts in Nederland moet zich aan de wet houden. Dus elke arts zal moeten vaststellen of jij voldoet aan de voorwaarden van de euthanasiewet. En als dat niet zo is, dan zal geen enkele arts in Nederland jouw euthanasie verlenen. En achteraf wordt het ook nog getoetst, hè? Achteraf wordt het vooraf wordt het getoetst. Hè? Er is altijd een tweede arts. In geval van dementie moet je eigenlijk ook nog een specialist op dat gebied meekijken als er twijfel is. En achteraf wordt het getoetst. Maar de suggestie dat je kan shoppen totdat je een arts vindt die dat wel doet, is echt niet. Dat is echt buiten de werkelijkheid. En elke arts moet gewoon aan de wet, moet zich aan de wet houden. Komt het regelmatig voor dat achteraf gezegd wordt, in dit geval had het verzoek voor euthanasie niet ingewilligd mogen worden? Nou, dat is dus in 16 jaar euthanasiewet niet gebeurd. Dus nu de eerste arts waar het Openbaar Ministerie een onderzoek naar heeft gedaan. En dat betreft inderdaad een patiënt met dementie. We vroegen Casper ook met welk gevoel hij terugkijkt op deze periode. Ja. Ik denk dat het beste is wat we hebben kunnen doen voor papa. En het is jammer dat hij zo lang heeft moeten lijden. En ik heb nooit getwijfeld met van we hebben het goede gedaan. Maar ik vond het nooit. Nooit. Ik heb eerder, wat ik net al zei, ik zou bijna mezelf toegewenst hebben van had nou het lef gehad toen. Want ik heb het zo vaak gezegd, ook thuis, ook in woede of in verdriet, van ik doe het zelf. Waarom heb je het niet gewoon gedaan? Waarom heb je het niet gewoon gedaan? Ja, maar dat is wel iets wat me soms verwijt. Want ik heb er nog heel veel last van. Ja, dat verwijt wil je als zoon niet nee, willen dat, maken. Nee, je wilt, ik denk wel dat het heel vaak voorkomt dat kinderen of naasten zich na het overlijden van iemand afvragen, heb ik alles gedaan wat ik kon? Hè? Dat is natuurlijk, dat hoort misschien ook bij zo'n proces. Maar ik kan niet anders zeggen dat op het moment dat het gaat over Alzheimer, dat je elkaar eigenlijk geen betere dienst kan bewijzen dan er op tijd over te praten. Ook dat je als naaste weet wat je wilt, het op papier te zetten. En omdat euthanasie in Nederland een dokterswet is, hè, je bent afhankelijk van een arts om je euthanasie te verlenen, moet je dus ook zorgen dat je vroeg in een vroeg stadium van deze ziekte bij een arts komt. En als je eigen huisarts zegt, ik kan er niet aan meewerken, dan hebben we in Nederland gelukkig de levenseindekliniek die in ieder geval geen principiële bezwaren heeft. Maar de dokters van de levenseindekliniek moeten ook gewoon netjes zich aan de, wet aan houden. De voorwaarden voldoen. Ja. Duidelijk. Dank u wel voor uw verhaal. Agnes Wolbert. Ja. Dit was de Week van Gelderland, waarin de klok een uurtje vooruit ging en het dus 's avonds weer langer licht is. In een aantal Gelderse gemeenten zorgde het overgaan op de zomertijd voor een technische storing in de straatverlichting. Het gevolg? Dagenlang pikdonkere straten. Van donkere straten naar donkere wolken, want op een aantal plekken in de provincie barstte kort maar hevig noodweer los. Zelfs in een erge film kunnen ze dit nog niet filmen. Niet te filmen zijn ook de prestaties van NEC dit seizoen. En dus zette de clubtrainer Jack de Gier op straat. Ja, dat geeft niks. Weg is weg. Zo mensonterend hoe ze je eigenlijk behandelen. Je bent eigenlijk een stuk vuil. Dat was niet Jack de Gier, maar Jan Strongs uit Doetinchem. Hij wilde na het overlijden van zijn vrouw graag zingen in een koor. Maar hij werd afgewezen. Te oud was het argument. Maar gelukkig voor Jan kan hij bij een ander koor terecht. Dat wil toch iedereen. En dan nog hoog bezoek op Paleis het Loo in Apeldoorn. Prinses Beatrix opende daar een tentoonstelling met kunstwerken. Of de prinses de beelden mooi vindt, dat weten we niet. Maar de conservator van het paleis moet nog wel even wennen aan de beelden. Vindt u het mooi? Ik vind het steeds mooier worden.
Na 5 jaar muzikale stilte is singer-songwriter Marieke Jager uit Beuningen terug. Haar nieuwe single, Hey, Are You Okay, is vandaag gelanceerd. En Marieke is hier van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, met clip, hè? Ja. Die single. Ja, ik heb mezelf wekenlang opgesloten in mijn studio om aan een stop-motion videootje te werken. Was dat is eerst. Tijdrovend, ja. Heel erg, maar ontzettend leuk om je in te verliezen. Dus, en ik ben heel trots op. Dus die staat online. En klopt het dat jij dat met hele simpele attributen hebt gedaan? Ja, ik heb een notenkrakerpop, een houten pop is dat, en een houten beertje van mijn kinderen gebruikt. En een hele bak vol met walnoten. En als je wil weten hoe dat afloopt, kijk op YouTube. Kijk op YouTube. Hey, Are You Okay? Vandaag uitgekomen. Waar gaat het nummer over? Hoe lang hebben wij vandaag? Nou, het is de korte versie. Het is eigenlijk een soort ode aan de buitenbeentjes. Dus iedereen die een beetje anders is en anders denkt en anders doet. En daarmee voor mij de wereld inspireert. Daar heb je een zwak voor. Ja. Zullen we gewoon een stukje gaan kijken? Heel leuk. Als je er zoveel tijd in hebt gestoken, moet ik het zien. Nee, ook. Dat vind ik ook. Ja, dank je. Hey, are you okay? Don't be sad, it's only in your head. Hey, are you okay? La 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 la. Never wanna be you. You walk but you don't move forward. Anyway the wind blows, dust still done. Anyway she goes. Hey, are you okay? Ja, ziet er fantastisch uit. Ja, het is een volledige nieuwe edit, maar ik vind het heel leuk om even naar te kijken. Ja, leuk toch? Ja, ja. Ja, ja. Jij won ooit de Grote Prijs van Nederland. Ja. Heb 6 albums uitgebracht. 4. Vier? Ja, mijn 5e komt eraan. Oh, 5e komt eraan. Oh, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Je stond op grote festivals voor uitverkochte theaters, was tafeldame bij De Wereld Draait Door. En ineens was het stil, 5 jaar lang. Ja. Wat deed jij? Bij mijn huis was het niet stil. Ik ben moeder geworden. Ik heb 3 kinderen gekregen. Oh? Ja. In 5 jaar tijd? Ja. Nee, dan is het niet stil in huis. Nee. Maar inderdaad, ik heb niet in een paar projectjes gedaan, maar niet echt meer opgetreden of niet echt nieuw werk geschreven. Heel lang. En dat ben ik op een gegeven moment weer gaan oppakken. Want wanneer begon het te kriebelen? Kun je het moment nog herinneren? Ik denk toen ik zwanger was van mijn dochter. Die wordt volgende week 1. Toen begon het te kriebelen. Want toen, je zit veel thuis. Ik was zwanger. En dan weer aan het ontzwangeren. Weer zwanger, ontzwangeren. Toen weer zwanger. En toen dacht ik, maar het is leuk. Ja. Het is keigezellig. Echt fantastisch. Maar ik voelde wel weer dat ik wat wilde gaan doen op het podium. En ik voelde dat heel duidelijk toen ik in Nijmegen op Oranjepop stond. Op het festival. Weet ik nog heel goed. Ik stond daar. Ik had het zo naar mijn zin. En ik dacht, dit wil ik weer gaan doen. Dit smaakt naar meer. Ja, maar vooral festivals. Dus ik heb heel erg. Mijn laatste plaat was heel klein. En ik wilde nu alle energie die zich al die jaren had opgestapeld in mij, heb ik eigenlijk in mijn nieuwe album gestopt. Je hebt ook een ander geluid daardoor dus, door die kinderen. Ja, precies. Door dat wachten. En daarna ook de inspiratie van mijn kinderen, denk ik. Die gewoon de hele dag om je heen rennen. Die ik denk dan, die met je willen 3 kinderen in 5 jaar. Dat is een heel uitgeblust geluid, maar het tegendeel is waar. Nee. Nou ja, ik ben ook heel moe natuurlijk tussendoor. Maar als ik weer muziek maak, dan voel ik wel dat die energie er weer is. En ik wil dat ook mijn kinderen meegeven en laten zien. En die vinden dat ook leuk. Die kijken ook naar dit clipje en die zien mij met de poppen spelen. Die denken, En een mini-tournee, hè? Ja. Die moet even zoeken hoor. Ja. Hoe heet het ook alweer? Dus help me het heet The Electrifying Mini Tour. Wij spelen vanavond de laatste try-out in Doetinchem. In de Engelenbak. Ja, en dan volgende week doen we Paradiso Amsterdam, Echo in Utrecht en de Merlijn in Nijmegen. Maar die zit al vol. Maar in dat is de jouw stad Nijmegen? Ja, precies. Ja, dus daar is het uitverkocht. Dat hoort ook zo te zijn dan. Vind ik ook. Is het een beetje makkelijk te combineren allemaal met het moederschap? Nou, het is een hele logistieke uitdaging. Maar niet met mijn papa de bühne op, hè? Nee, ik heb altijd samen met mijn man gespeeld, 15 jaar lang. En papa zit nu voor de buis naar ons te kijken met de kinderen op schoot. En nu mag mama weer spelen. Ja, maar zo gaat het. Zo moeten we het doen. En dat is wel echt wel een uitdaging. Je noemde het al heel even. Je nieuwe album gaat eraan komen. Ja. Hey, Are You Okay? Heet ook het album. En dat komt 6 september uit. Dus we doen eigenlijk een beetje een warming-up met dit toertje. En we brengen wel af en toe singles uit. Dus vandaag weer eentje. En de komende tijd nog wel meer muziek. De nieuwe single kun je hier niet live laten horen? Nee, daar hebben we heel veel meer bij nodig. En onze drummer die is ook alvast naar Doetinchem, want het was allemaal niet. We moeten echt rennen. Dus ik ben vandaag ook in kleine bezetting met Gijs Kolen op gitaar en Erik Harbers op bas.
En we spelen dan... Of ga ik mezelf nu aankondigen? Nee, nee. Zeg maar. Laat horen. Wat ga je voor ons spelen? Nou, we gaan een liedje Wasted spelen. Wasted. Zal ik je dan maar aankondigen als jij naar heel de plaats loopt? Ja. Ja, dankjewel. Ik ga zitten dan. Ja, is goed. Ja? Dan ga ik vertellen in ieder geval dat ze vanavond optreedt. Volgens mij zijn daar nog wel plaatsen vrij, hoor. In de Engelenbak in Doetinchem vanaf 9:00. En dat ze, zoals ze nu zelf al zei, voor ons gaat spelen Wasted. Marieke Jager. I got a minute or two to get you out of here, but there are 37 reasons why I shouldn't be here. Told you once that I gave it more than I could. Now I know better than sure that you are no good. Friend, we share a neighborhood. You only talk a little louder 'cause you ain't understood. Once a backup singer, never really got you to front. Now you tell me dirty stories on the worn-out porch. Wasted, wasted, you got me wasted. Voetbaltafel vandaag Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC. De club die in zes seizoenen tijd vijf trainers heeft versleten. En spits Thomas Buitink, die sinds zijn droomdebuut in de basis bij Vitesse volop in de spotlights staat. Van harte welkom, heren. Goedemiddag. Dank u wel. Gaan we met goed of met slecht nieuws beginnen, Wilco? Jij mag het zeggen. Het is jouw uitzending, maar maakt niet zoveel uit. Maakt het jou niet uit? Ik wil dat je keuze maakt. Goed, ik vind het leuk om naar Goed huis te nieuws, luisteren. Ja, dan kan ik ook zeggen. Ja, dan gaan we het over Vitesse misschien hebben. Misschien blijf je heel lang bij hem hangen. Dan vind ik hem uit lijst. Oh, dat is het. Nou, dan ga ik heel snel praten. Wat een week, Thomas Buitink. Hè? Jij maakte bij je debuut in de basis tegen ADO afgelopen zaterdag een hattrick. Ja. Dinsdag redde jij een punt voor Vitesse tegen AZ. Beschrijf eens hoe jij je voelt. Ja, nog steeds eigenlijk onbeschrijfelijk. Als je dat je krijgt te horen dat je in de basis staat een dag voor de wedstrijd. En dat je dan tegen ADO zo'n hattrick mag maken, dat is echt een jongensdroom. En ik kon die avond ook eigenlijk even niet meer slapen. De adrenaline zat er nog echt goed in. Maar ja, het is echt een jongensdroom. En dat je dan tegen AZ zo door kan gaan en dat de fans zo reageren op je gelijkmaken. Ze scanderen je naam. Dat was waarschijnlijk nog nooit gebeurd. Nee, echt kippenvel kreeg ik ervan. En ik ben er heel erg trots op. Voor je 19 een hattrick scoren, daarmee kom je in een heel mooi rijtje. Namen als Ronaldo, Cruijff en Van Basten. Ja, dat is heel mooi om te horen. En ik hoop dat ik de jongste word met twee hattricks voor mijn 19e. En dan ga ik misschien zondag veranderingen brengen. Tegen PSV? Ja, ik hoop het. Huh? Ja, dat hoop ik ook. Maar dat leg ik je nog wel uit na afloop. Ja. Lange tijd zag het nou uit dat je niet in die basis zou spelen. Hè? Je had, weet ik veel, hoeveel spitsen, volgens mij wel vijf voor je bij Vitesse. Ja. Dat was volgens mij voor jou een hele moeilijke periode. Ja, in het trainingskamp van deze zomer kwam ik eigenlijk... Een jeugdspeler kwam mij voorbij. En ik was eigenlijk zelf ook een jeugdspeler. En ik zat nog wel een half jaar bij de selectie. En er kwam een jeugdspeler, Margaret, kwam mij voorbij. En toen werd ik eigenlijk voor Oussama Davalou en Tim Matafs, die dan geblesseerd was. En ze haalden nog een nieuwe erbij. Dus toen was ik eigenlijk heel ver weg nog. En ik heb altijd... Ja, proberen terug te knokken en dat is gelukt. En heb ik vorige week dan mijn baasdebuut gemaakt. En nu moeten we door naar zondag. Jouw trainer Leonid Slutsky hebben we natuurlijk vandaag ook iets over jou laten zeggen. Draai maar even om.
very lucky time, but very difficult because this is next step and it will be another level of expectation about his game. But he understands his strengths and his weaknesses. He never will think about, oh, I'm Lionel Messi and start to use dribble a lot or shots from the 25 meters. He understands very well his strengths and weaknesses. Klopt het wat hij zegt? Ja, klopt. Ja, ik weet dat ik niet de beste techniek heb. En die ga ik dan ook niet proberen te gebruiken. Want ik weet dat ik goed in positie kan komen en goed goals kan maken en hard kan werken. En daar ga ik dan, dat wil ik dan ook laten zien. En daar pluk ik nu de vruchten ook van. Maar hoe knap is dat, Wilco van Schaik, hè? Als je dat besef op je 18 al hebt? Nee, ik heb hem net ook op de radio horen praten. We stonden samen. En er zit een goede kop op. Hij is nuchter. Hij heeft ook dromen, vertelde hij net. Ja, dit is natuurlijk voor het Nederlands voetbal heel mooi dat dit soort gasten hun neus aan het venster drukken. Zeker op de manier waarop hij begonnen is met een hattrick. Ja, het is een droom. En laten we hopen dat die droom uit gaat komen. En dat het voor Gelderland ook een mooi exponent kan zijn. Laten we het even over die dromen van jou hebben. Tussen 2010 en 2018 maakte jij 144 goals in de jeugd van Vitesse. Dat is best veel. Jij kon naar grote clubs, hè, in Engeland, Manchester City, ja. Chelsea. Heb je niet gedaan. Jij bleef in Arnhem. Nee, er waren geruchten inderdaad dat hun mij wilden, die clubs. Alleen ja, ik voelde me thuis bij Vitesse. Ik kreeg ook vertrouwen van de club. En zoals jullie nu zien is het ook uitgekomen, het vertrouwen. Ja. En ik probeer altijd het beste voor mijn club, voor Vitesse. En die hebben mij heel veel jaren geholpen en ik probeer ze nu terug te betalen. Maar wat is jouw grote droom? Ja, dat is natuurlijk Barcelona. Als ik heel ver mag dromen, dan is dat Barcelona. Maar daar moeten we nog heel veel stappen voor zetten. En nu wil ik eerst spits van Vitesse worden. Dat is nu mijn doel. Ja, maar zo debuteren in de basis. Dat daar had je ook niet van durven dromen, nee, toch? Nee. Dus ik zag gewoon dat grote Barcelona voor ogen houden. Ja, je weet maar nooit. Lopen er trouwens, want jij kent de jeugd van Vitesse heel goed. Lopen daar heel veel buitentjes rond? Mensen waarvan jij denkt, oh, die zouden binnenkort ook wel eens kunnen doorbreken? Ja, ik kijk af en toe wel naar de jeugd. Alleen om daar wat over te zeggen, dat weet ik niet. Natuurlijk, Vitesse heeft een goede jeugd, vind ik. Staat ook in de top 5 volgens mij. En ja, we hebben sowieso goede spelers, maar alleen of er een buiten tussen zit, dat weet ik niet, want ik kijk niet heel veel jeugd. Voorlopig moeten we gewoon ons focussen op jou. Jij komt uit Nijkerken. Je bent net als Donny van der Beek grootgebracht, zou ik bijna zeggen, bij de Veense Boys. De vader van Donny die was recent hier en hij zei, in het gelovige Nijkerk kijken ze op zondag tv voor Donny. Denk je dat ze dat nu voor jou ook doen? Ik hoop het. Steun is altijd, altijd welkom. En ik snap ook dat ze naar Donny kijken, want wat hij allemaal is met Ajax is ook eigenlijk echt genieten. En ik kijk ook zeker naar Donny als ik elke wedstrijd probeer te kijken. En ik support hem en ik hoop hij mij ook. En ik hoop Nijkerkerveen en Nijkerk ook. Als jij bij Barcelona speelt, dan beloof ik, kom ik een keer kijken. Oké, hartstikke veel succes in ieder geval. Wel. Ik ga even naar een club die wat minder succes heeft. Weet jij ook alles van, vinden ze in Arnhem dan wel helemaal niet erg? Nee. Welkom van Schaik. Dinsdag Jack de Gier en Patrick Pothuizen op non-actief gesteld. Was dit onvermijdelijk? Ja. Want? Nou, ik denk als de doelstelling die we in de winterstop hebben bijgesteld al. Hè, we wilden graag bij de eerste 5 spelen. We wilden eigenlijk om het kampioenschap meedoen. In de winterstop hebben we dat bijgesteld. Bij de eerste 10 geraken, play-offs halen. Ja, als je doelstelling te ver weg komt te liggen en je niet meer het vertrouwen hebt na een serie van 3 wedstrijden met een beschamende nederlaag in Alkmaar, dan moet je ingrijpen. En dan moet je er alles aan doen om je doelstelling toch nog te bereiken. Nu stond jij in december ook hier. Toen hebben wij gesproken over het gedwongen afscheid van technisch directeur Remco Overzier. Dat was toen volgens jou ook onvermijdelijk. Het was een komen en gaan van trainers en technische mensen bij NEC. Jij beloofde mij toen beterschap. Ja, dat zal niet binnen 1 maand of 3 maanden gaan, denk ik. Iets wat al heel lang gaande is bij zo'n club, krijg ik ook niet in een paar maanden voor elkaar. Sinds december bemoei ik me ook met het technisch beleid. Kijk ik daar ook naar. Nou, daar moeten we een hoop dingen veranderen. Daar zijn een hoop dingen niet goed gegaan. En daar zijn we druk mee bezig, maar dat verander je niet in 2 of 3 maanden. Maar Jack de Gier was toch de gedroomde opvolger van Pepijn Leijnders? Zo werd het wel voorgesteld. En ik denk dat van beide kanten dat zo was. Zowel van Jack als van de club. En daar hebben mensen bij ons ook met de verantwoordelijkheid en met Jack heel lang over gesproken. Alleen je moet nu tot de conclusie komen dat die verwachtingen aan beide kanten niet waargemaakt zijn. En jij denkt dat nu met het driemanschap dat wel gaat gebeuren? Ja, anders hadden we het niet gedaan. Kijk, uiteindelijk hebben we ingegrepen omdat we toch nog de play-offs willen halen.
Ja, en dan hopen wij met deze mensen intern, mensen die de club kennen, die de selectie kennen. Ja, Ron de Groot, Adrie Bogers en Rogier Meijer. Ja, mensen die de club dus kennen. Je kan ook iemand van buiten afhalen, alleen die moet dan wel heel erg winnen. Wij denken dat deze drie mensen in staat moeten zijn om het wel te halen. Maar dat is een hele moeilijke opgave, omdat we 5 punten achter staan met nog 6 wedstrijden. Ja. Maar je hebt een wonder nodig. John Troost, waar ben je? Ja. Daar weet John wel raad mee. Ja. Daar weet John wel raad mee, ja, denk ik. Ja. Maar nou ja, wonder gaat ver. Maar uiteindelijk moet je gewoon je kwaliteit op het veld laten zien. Wij denken dat die kwaliteiten in de groep zitten. Echter, misschien zijn ze ook wel te hoog ingeschat. Want anders had je niet gestaan waar je nu staat. Maar met deze staf proberen wij toch die laatste strohalm te pakken. En de play-offs te spelen. Want denk dat je is toch dat wel het gaat lukken daar in Nijmegen? Ik hoop het voor hun. Ja. Maar ja, ons maakt het niet heel veel uit, denk ik. Nee. Hij leert al snel, hè? Hey, volgend jaar een hat-trick tegen NEC. Ja, dat wie is, weet. Dat wie is weet. Lekker, joh. Ja. Maandag, jong PSV, ja, dan moet je geen punten verliezen. Nee, maar dat is eigenlijk elke week bij ons. Als je NEC bent in de eerste divisie, moet je elke week elke wedstrijd winnen. Maar nu gaat het er echt om spannen. En zeker als je een wisseling hebt gehad, ja, dan moet je er alles aan doen om bij jong PSV te winnen. Niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk. Jij hebt er nog vertrouwen in. Ja. Kom je dan de volgende keer terug met goed nieuws? Ja, ik heb vandaag ook heel veel goede dingen weer meegemaakt. 2 mooie projecten commercieel. Maar daar is niemand in geïnteresseerd. Nee, daar zijn we niet in geïnteresseerd. Alles verbleekt bij voetbal. En zo is mijn vak. Dat hoort erbij. Volgend seizoen staan jullie gewoon hier. En dan scoort hij die hat-trick tegen NEC. Ja. Ik denk dat jullie er beide blij mee zouden zijn. Daar zou ik zeker blij mee zijn. Zeker. Dankjewel en succes alle twee met NEC en Vitesse. Ik ga onze singer-songwriter aankondigen die de uitzending weer heeft samengevat. In een lied, geef hem een applaus, Colin Hoeven. Wat als je niet meer leven wil, maar kampt met dementie? Hoe leed kan worden uitgerekt, wordt tijd dat men dat ziet. Ben je niet meer wilsbekwaam, wie tekent dan je lot? En Agnes, komt de zaak nu aan, dat stigma moet kapot. John Troost maakt alles beter, als energetisch coach. Successen in het voetbal, ja de energie die houdt hij hoog. Weggezet als charlatan, geen geloof in zijn bewijs. We gaan zien of het echt werkt. Verslaat Inge straks Matthijs. Thomas blijft maar scoren, nu een hat-trick op zijn naam. Wilco maakt harde keuzes, ja de trainer die kan gaan. Hey, are you okay? Marike staat weer voor je klaar. 5 jaar uit de running, maar nu een nieuwe plaat gebaard. Een mini-tour als warming-up, breekt Doetinchem straks af. En als Wasted zo klinken kan, dan zet ik daar mijn pet voor af.